er twee DC's erover gaan en bepaalde van de vergunninghouders van hout wel de weg onderhouden en anderen weer niet. Hoe loopt dat precies? Klopt, het gaat om drie DC, de DC van Para, van Apura en van boven Koppename. Ik zit vandaag met de ondernemers van Para en met de DC om te kijken hoe de ondernemers gezamenlijk, hoe ze tenminste een oplossing kunnen brengen, zodat de weg weer een beetje rijbaar gemaakt kan worden. Vandaag vanmiddag zit ik met ze. Want we begrepen dat het is opgenomen in de vergunning, dat zij een bijdrage moeten leveren aan het onderhoud van de weg. Ik heb begrepen van de DC dat het gaat om meer dan 50 ondernemers. En op dit moment zijn 6 ondernemers, enkele, van ze dus bereid of willings een bijdrage te leveren. En dat gaat moeten ophouden. We gaan dat niet pikken. Ze gaan allemaal aan tafel komen zitten om gezamenlijk te kijken naar een oplossing. Minister, we zien dat de districtscommissaris van Para dienstvoertuigen heeft moeten inzetten om veel op te halen binnen het district. Hoe bekijkt u deze situatie? Want niet alleen Para heeft te kampen met veel ophaaldienst, maar ook de andere districten. Hoe bekijkt u die situatie? Natuurlijk zijn we bezig met de ondernemers om hun gelden te storten. Want het komt door achterstallige betaling. Ze zijn moe om te wachten. Maar we zijn zover van de maand krijgen ze dus hun geld. Dan kunnen ze het werk weer oppakken.